De groeten van Hjalmar Ekdal. Hij moest plotseling weg. Meester is er al weg. Ja. Luitenant Ekdal genoot toch ooit uw volle vertrouwen, ooit? Ooit, ja. Tot hij daar schandelijk misbruik van maakte. Daar heb ik jarenlang onder te lijden gehad. Door hem was mijn reputatie... Was hij echt de enige schuldige? Wie nog meer? U was er toch beide bij betrokken? Ekdal was verantwoordelijk voor de mijn in het noorden. Ik had geen zicht op wat de luitenant er allemaal uitvoerde. De luitenant zelf waarschijnlijk ook niet. Hij werd veroordeeld. Ik ben vrijgesproken. Bij gebrek aan bewijs. Hij werd veroordeeld. Ik ben vrijgesproken. Waarom rakel je dit allemaal weer op? Ik sprak Hjalmar Ekdal. De 13e aan tafel. Wat had ik nog meer voor die mensen kunnen doen? Toen luitenant Ekdal uit de gevangenis kwam, was hij gebroken bang. Er zijn nou eenmaal mensen die van één schot hagelkopje ondergaan en nooit meer boven water komen. Geloof me, ik heb voor die mensen gedaan wat ik kon. Zonder me bloot te stellen aan alle mogelijke verdenkingen en roddel. Verdenkingen? Ik heb de luitenant kopieerwerk bezorgd. Ja, en voor zijn zoon een opleiding tot fotograaf betaald. Daarom zou ik. Ik weet het en ik weet ook dat u geregeld hebt dat u zijn eigen zaak kon beginnen. Ja? Precies in de tijd dat u op het punt stond te gaan trouwen met... Hij wilde een gezin stichten. Waar moest hij van leven? Waar moesten ze van leven? Te gaan trouwen met Gina, die hier toevallig... Wat insinueer jij? Wat heeft dat fotograafje jou allemaal wijs willen maken? Niets. Helemaal niets. Hij weet nergens van. Ik herinnerde me alleen iets wat moeder zei in ons laatste gesprek. Je moeder was overspannen. Ziekelijk. Hysterisch. Met dat soort mensen valt niet te leven. Dat heb ik geweten. En hoe? Heb jij daar in het noorden op dat soort verdenkingen lopen te broeden? Had je niks beters te doen? Belachelijk trouwens om al die jaren voor te sukkelen als een gewone kantoorklerk. Niets meer te willen verdienen dan het gemiddelde maandsalaris. Belachelijk. Jij moest zo nodig onafhankelijk zijn. Mij niets verschuldigd zijn. Weet je hoe je onafhankelijk kunt zijn? Je eigen baas? Nou? Daarom vroeg ik je terug te komen. Terug naar de stad. Terug naar hier. Ik wil je voorstellen mijn compagnon te worden. Uw compagnon? Ja, is dat een vies woord? U wilt dat ik... Ik kan niet langer zo hard werken. Ik moet mijn ogen sparen. Die worden wel heel erg zwak. Nou, dat zijn ze altijd geweest. Niet zoals nu. Nou, Rekers. Er is van alles wat ons scheidt, maar we blijven vader en zoon. Een verzoening moet mogelijk zijn. Voor de buitenwereld. Dat is al iets. Jij blijft hier in de stad, ik ga naar het noorden. Wat moet u in het noorden? Dat heeft zijn redenen. Voor de buitenwereld. Eerst zou ik je graag een tijdje thuis willen hebben. Ik ben eenzaam, Gregers. Ik heb me eigenlijk altijd eenzaam gevoeld. Mijn hele leven al. Maar niet zoals nu. Nu ik oud begin te worden. Ik wil graag iemand om me heen hebben. U heeft mevrouw Surby, toch? Ja. En ik zou niet meer zonder haar kunnen. Nou dan. Ik ben bang dat dat niet zo blijft. Mensen kletsen. Zolang u het soort feesten geeft als vanavond, moet het u toch niet uitmaken wat mensen kletsen. Maar zij, haar maakt het misschien wel wat uit. Wilt u met haar trouwen? En als dat zo is? Ga uw gang. Meen je dat? Ja. Waarom niet? Ik dacht, misschien uit respect voor je moeder... Ik ben niet overspannen, ziekelijk of hysterisch! Dank je, dat is een pak van mijn hart. Dus daarom moest ik hart aan hals over kop terugkomen. Omwille van mevrouw Surby moest het gelukkige gezinnetje gespeeld. Vader, zoon, stiefmoeder, tableau. Hoe durf je? Wanneer is hier ooit sprake geweest van een gezinnetje? Nooit! Maar nu moet alles op alles gezet om de schijn van het tegendeel op te houden. Zo'n lief bekrachtigt met zijn aanwezigheid het tweede huwelijk van zijn vader. Wat blijft er dan nog overeind van al die geruchten over wat die arme overleden moeder allemaal heeft moeten doorstaan? Jij haat mij. Ik ken u. Nee. Ik ga. Je gaat.
Je verlaat dit huis? Ja! Ik heb eindelijk iets gevonden om voor te leven. Kom, lieverd. Bederft je ogen. Leven? Dat heeft hij nog nooit gedaan.